We eindigen het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, die geldig is voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de hele periode zal het droog en winderig blijven, met hier en daar nog wat nevel, hoewel dit niet overal zichtbaar zal zijn. Morgenmiddag kan het tijdelijk bewolkt worden in bepaalde gebieden, met een kleine kans op een bui. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen lokaal winderig kan zijn met enkele windstoten die voornamelijk in de middag worden verwacht in het kustgebied.